Hoe lang bent u al herder? Ik ben nu 1 jaar of 10 herder en we lopen denk ik nu 1 jaar of 5 hier in het Maxima Park. En waarom staan we hier in het Maxima Park? Omdat de schapen hier aan het begrazen zijn en dat doen ze zeg maar vanaf eind augustus tot begin december. Nou ja, dat heeft hier 2 functies natuurlijk. Zij maken het gras natuurlijk korter. Een maaimachine die maait alles tot aan de grond toe af. En hun laten dingen staan zoals je dat hier ook kan zien. En daardoor krijgen weer andere kruiden de kans om te groeien. Maar ook vlindertjes en vogeltjes komen daar straks weer op die, datgene af wat blijft staan. Zeg maar. Dus je krijgt een andere begroeiing. Wat voor schapen zijn het? Nou, dit zijn Coburgers en Suffolks. Coburgers zijn wat meer heideschapen. We hebben ook een reden dat we verschillende soorten schapen hebben. Want ieder schaap eet toch wel een beetje aparte dingen. Het is niet helemaal, maar het ene wil het bijvoorbeeld onkruid of brandnetels wel eten. En de ander wil het weer wat meer laten staan. Dus dat is een reden dat je verschillende soorten schapen hebt. Waarom hebben ze die groene plek op de kont? Nou, daar is de ram bij geweest en we hopen dat hij zijn best heeft gedaan en dat we straks in half februari weer lammetjes krijgen. Betty! Betty! De hond kent een bepaalde basiscommando zoals links, rechts, lopen, liggen. En dat kan je dus in het Nederlands doen, je kan het in het Engels doen. En wij doen het ook met fluitcommando's, omdat als ze ver van je weglopen is het niet echt handig als je over straat moet schreeuwen. Dus dan geef je ze fluitcommando's en dan weten hun precies wat ze moeten doen. En zij kunnen de verschillen goed horen. En met hoeveel honden doet u dat dan? Nou, hier zo in het Maxima Park, daar is het eigenlijk vrij rustig. Dus dan vaak heb je aan 1 hond genoeg, omdat we ook maar hele kleine plekjes moeten. Maar als je soms gewoon een groot stuk over de weg moet, dan gaan er meestal 2 honden mee. Eentje voorop om de groep te stoppen en eentje achterop om de groep te duwen. Ik heb wel een voorkeurshond en die ligt nu in het vak. Die, ja. weet eigenlijk altijd wel wat ik wil. Als ik het net straks open doe, dan weet hij bijna al uit zichzelf wat ik van hem wil. Dan heb ik maar heel weinig commando's nodig om het ook voor elkaar te krijgen. Is dit dan ook echt een familiebedrijf? Nou, ik doe het inderdaad samen met mijn broer, maar vaak springen de kinderen en mijn man en zijn vrouw ook nog bij. Want dit is niet de enigste plek waar we begrazen. En met schapen ben je echt 7 dagen in de week ben je echt wel bezig. En ja, je hebt ook wel eens andere dingen te doen. Dus als ik niet kan, dan springt mijn man meestal bij. En soms heb je gewoon heel veel werk dat de kinderen ook bijspringen. Dus ja, het is eigenlijk wel echt een familiebedrijf geworden, ja.